Ik heb hier trussen bij me. En is het ook een echte truus? Ja, eigenlijk wel. Ik weet niet of het tongetje er nu nog een beetje uitsteekt, maar het is echt een trusje, noemen we haar echt. Op deze vrijdag de 13e verdienen zwarte katten wat meer aandacht, vinden wij. En daarom laten deze pluizige viervoeters, die nu nog in een asiel zitten, zich van hun beste kant zien. En stellen we ze aan je voor. Een soort Tinder, maar dan voor katten. Dit is Samira. Omdat het een hele leuke, vrolijke, iets wat stoutige speelse kat is, waar je heel veel lol van kan hebben. Er zijn mensen al geïnteresseerd en als het goed is komen die er volgende week om. Maar dat is nog heel even afwachten natuurlijk. Er is al een match dus. Er is al een match. Rika is 4 jaar. Hij is echt heel erg lief. Krult heel graag. Wat grappig is bij Rika is dat hij een kammetje heeft. Het grappige ook aan Rika is dat ze aan het einde van de staartje een klein knikje heeft. Duimpje is een hele bange kat. Hij is via de dierenarts gekomen vanwege zijn zere poot. En het pootje is helaas niks aan te doen, maar hij kan zich er prima mee redden. Minouche hebben we hier. Dat is een dame van 7 jaar. En is het ook een echte dame? Het is een echte dame, ja. Zeker weten. Ze is heel aanhankelijk en... Ja, ze houdt enorm ook van kroelen. En ze heeft de vrouwenstreekjes, noem ik het maar. Oh, leg uit. Ja, ze kan af en toe een beetje bij de hand overkomen. En de ene keer dan zoekt ze heel veel aandacht. En het andere moment dan heeft ze zoiets van, nee, nu heb ik er geen zin in hoor.